Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video van mij, SubgamerNL. Ja, weer een nieuwe. Vandaag wil ik jullie weer even wat laten zien over een oude map waarmee ik nog steeds wel mee bezig ben. En dat is de Hospital Fear met ook nog zijn eigen texturepack eigenlijk. Die moet ik ook even aanzetten. Doe ik wel even gelijk. Hier, de Hospital Fear 1.8. Het is wel een 1.8 map, geen 1.9 of geen 1.10. Waarom? Omdat ik hem hierin zo wil houden. En het ziet er tot nu toe wel aardig mooi en goed uit. Dit is trouwens mijn nieuwste eigen resource pack. Eer een beetje horrorachtige tekst. Tenminste dit. Ik hoop dat jullie hiervan gaan genieten. En zoals jullie ook al misschien kunnen zien, het heeft ook nog wel een beetje de oude textpack. Mijn allereerste eigen textpack die ik heb gemaakt. Zit er ook nog een beetje in. Alleen je wilt gewoon niet zien hoe het eruit ziet. Nou eigenlijk jawel. Waarom laat ik het anders zien? Nou, oké. Wat ik eerst even ga doen is hier niet naartoe gaan. Oh ja, oh. Oké, jullie kunnen zien nu al wel wat, maar hoe ik dit hier ga doen is dat kan ook wel even allemaal weg. Ik ga hier even heen, ik pak dit, doe dit, doe dat, dat. Ga ik hier zo staan, want hier hoor jij dan eigenlijk te beginnen, dus dan doe ik ook slash set, spawn set, spawn point, SubgamerNL en ook nee set world spawn. Oké, dus wat ik ga doen, ik ga in game mode. Game mode 0. Game mode 0. Om jullie uiteindelijk te laten zien wat ik tot nu toe allemaal heb met de Hospital Fear. Ik had er al een eerdere video van. Toen had ik een gedeelte laten zien van waar ik toen mee klaar was en mee bezig was. Nou, hier, nu komt ongeveer de tweede update ervan. Nou, je begint dus hier, je ziet overal bloed, overal bedden en overal van dit soort dingen. En je ziet maar één deur op het begin, die doe je open. Je loopt eruit, je kan hem dicht doen of open laten. Ik doe hem wel even open. Nee, dicht, sorry. Dan kom je hier in een hele grote hal. Dit zijn ook deuren, zoals jullie kunnen zien aan het tekstje. Alleen, oh wacht, dit moet ik even in 2 spelen. Ja, dit moet ik zo spelen. Nou, in 2. Nou, dit is eigenlijk heel simpel. Dit is zand. Dit is eigenlijk zand. En dit is sandstone. Sandstone. Dit is sand, sandstone. Red sand is de bovenste. Sand hier is de onderste. Ik kon anders geen echte deur maken. Of ja, kon ik wel. Nee, geen zin om het op een andere manier te doen. Maar dit was de beste optie die ik kon krijgen. Geldt ook voor deze deur hier. Er is iets mis. Dat geldt ook voor dit hier. En dan heb je uiteindelijk daar een deur. Hier nog een soort van deur. En dan kan je hier naar boven. Maar ja. Ik ga wel eerst even hierheen. Nou, je begint altijd eerst onderaan. Dan ga je pas langzaamaan naar boven. Check altijd eerst alle kamers heel erg goed. En mijn kut koptelefoon wil niet meer werken. Wil niet echt meewerken. Maar nou, zie je hier helemaal niks. Ga je terug. Level. Die pul je dan naar beneden. Dan ga je uiteindelijk richting naar boven. Hier dus heen. En dan kan je daar niet doorheen, maar ook niet daar doorheen. Dus je enige optie is hier doorheen. Zoals je kan zien, moet je op een of andere manier hier uiteindelijk komen. Hier uiteindelijk zien te komen. Maar dat komt nog. Hier kan je alleen op zitten. En dan kom je uiteindelijk hier. Ja, hier. Nou, lijkt niks. Nou, dan ga je hierheen. Hier zit wel wat in. Alleen, ik wil het alleen niet laten zien wat erin zit. Want dat moeten jullie zelf achterkomen. Wat ik wel even doe, ik ga hier terug naartoe lopen. En dan zie je uiteindelijk hier een level achter zitten. Wat je zo op het begin eigenlijk niet hoort te zien. Nou, dan flikker je die om. En dan gaat dit hier open, waardoor je hier langs kan komen. Mijn kutoortjes wil het echt niet doen. Wacht even. Ja, volgens mij heeft dit al wel een beetje zin. Maar nee dus. En dan kom je hier, aan de andere kant van dat aan. Nou, dan kan je hier naar beneden. Of hier. Oh ja, de redstone. Kijken. Ja, wat ik hier als dingetje had. Als je deze naar beneden doet. Dan gaan deze hier omlaag. Ik moet alleen nog wel een reset button voor vinden. Maar als je eenmaal aan de andere kant hier bent gekomen of zoiets. Kan je het uiteindelijk hierheen doen. Want je hebt hier ook uiteindelijk van die iron bars. Dus even kijken van waar die gaat er zitten. Okay, dit is dan het middelpunt. Dus je kan hier niet onderdoor. Je kan het tenminste niet onderdoor. Dus dat is tenminste wel één ding. Dus dat laat ik even zo. Maar dus dan heb je hier nog een kamer waar niks in zit. Waar nog wel wat in komt. Dan geldt hetzelfde voor dit hier. En ik denk dat ik wel even naar boven kan gaan. En ik denk dat dit dan de beste manier is om naar boven te gaan. Even kijken. Ja. En dan kom je hier. Hier kan je nog niet in. Maar je ziet daar wel wat zitten. Maar het is tenminste een button zoals jullie zien. Alleen daar kan je pas doorheen als je iets hebt gedaan. Iets speciaals. En verder is hier niet echt zoveel. Dan kan je hier overheen springen. Dan boom. Kom je hier. Kut oortjes. Kut koptelefoon. Sorry. Kan er niks aan doen. Hopelijk heeft het al wel wat geholpen. En dan kom je hier. Dit is de laatste ruimte die ik tot nu toe heb. In de chest zitten alleen maar wat cobweb. Ik weet niet waarom, ik kon daar niks in verzitten. Nou, tot nu toe heb ik dit dus toch. Maar eenmaal wanneer je... Oh, dat heb ik daar nog niet. Dus eenmaal wanneer je dan hier naar beneden gaat. Kom je hier eigenlijk terecht. En dan kan je die omlaag flikkeren. Gaan deze deuren allebei open. Dan heb je hier een soort van snellere weg om hierheen te komen. En naar daar. Zodat je hier ook nog sneller... Dit is alleen maar zo'n dingetje waar je... Ja. Ik weet niet. Ik moest wat extra's toevoegen. Maar als je wilt weten hoe ik dat daar boven heb gemaakt. Nou, het ziet er heel erg moeilijk uit. Misschien. Maar dus. Wanneer die lever daar wordt naar beneden wordt gehaald. Dan gaat deze. Dan wat. Dan staat. Wacht. Hij staat nu toch al naar beneden. Even kijken. Ja. Die lever is naar beneden. Dus dat betekent dan dat dit hier. Verplaatst wordt. Nou, dan. Kijk. Zo'n rode blok zit dan daarvoor. Wacht even. Ik laat het wel even zien. Als ik dit zo doe. Gebeurt er nu niks. Omdat er pas een blok hier boven moet zitten. Om het uiteindelijk alles te activeren. Dus nu staat eigenlijk alles nog boven. Wat ik ook dan even kan doen. Even deze uitzetten. Want dit is de reset button. Kijk maar. Deze heeft sticky. En deze hier heeft dat niet. Of moet dat eigenlijk andersom? Nee. Het is alleen maar om het te activeren. Wacht, eenmalig. Het is alleen maar om het eenmalig te laten activeren. Dus. Ik heb nog een button voor nodig. Zo. Beter. Nou, dus die button activeert al dit redstone hier. En dus dit activeert dit hier. Nee. Zet dit uit. Waardoor deze hier uit gaat. Deze gaat dan aan. Dit is dan ook aan. Gaat deze uit. Die uit. Deze aan. Deze aan. Gaat dit zo ook mee aan en dan gaat het hierheen. Dan verplaatst dit blok, de piston verplaatst dit blok naar hier eigenlijk, hier boven de redstone torch, waardoor dan dat, waardoor het power wat in de blok komt doorgaat naar de repeater, dat dan weer in dit blok, wat ervoor zorgt dat deze hier uitgaat, dit hier uit en waardoor dit hier allemaal omlaag gaat. Eenmaal als je dat wilt, dit is eigenlijk het tegengestelde van wat hier zit. Alleen een beetje uitgebreid vanwege het vastzetten van dit ding hier. Waar ik ook nog eigenlijk aan moet werken. Ja, daar moet ik ook nog aan werken. Ja, ik weet nog niet hoe ik dat moet doen. Ik denk dat ik dit hier eigenlijk gewoon weg kan halen. Maar dit was de update video van dit hier. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En ja, alvast veel plezier met het proberen van het spelen van de map. en van de vorige maps die ik heb laten zien. En ik hoop dat jullie echt gewoon hebben genoten. Mijn eigen Five Nets Freddy's 3 map is ook al uit. Die kunnen jullie nu ook downloaden. Helemaal volledig klaar. Roleplaying map trouwens. Je kan ook in je eentje spelen. En gewoon door het hele gebouw heen gaan. Ja, ik hoop dat jullie hebben genoten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei. Oh, trouwens, ik vergeet ook nog. Subscribe, deel en share. Bye, bye.